Ja, vindt ook niet dat het erg lekker loopt met die Nederlandse evacuatiemissie in Afghanistan, Marokkaan. Dat is toch belachelijk. Kijk, als de koning naar Griekenland moet, staan er 10 vliegtuigen klaar. En nou hebben ze er maar 1 die vliegt. Ja. En dan kunnen er 800 in en dan komen ze met 6 mensen terug. Ja. Maar als ze dan eerder... Ik kan me herinneren dat wij volgens mij in Zeist al over die tolken het gehad hebben. Ja, dat ze weg zouden moeten dat daar. Dat is weken geleden. Ja. En toen hebben ze 1 grote fout gemaakt. Ze hebben ons niet serieus genomen. Heel als ze toen ingegrepen hadden, hadden ze alle tijd gehad om al die mensen hier naar Nederland te brengen. En nu is het chaos troef. Maar ze zitten dan een excuus aan te bieden. Kaag voorop. Maar Kaag die blijft, als ze door stof kruipt, toch een arrogante, hooghartige vrouw. Je vindt die excuses niet oprecht? Nee, totaal niet. Zo met frisse tegenzin, dan ben ik van dat gezeur af. Dan heb ik tenminste gezegd dat we fout gemaakt hebben. Nou, het zijn fouten die 3 gemaakt hebben. Die zijn rijp voor aftreden. Maar dit zijn mensenlevens wat om gaat. Er zijn mensen in doodsangst. Omdat mevrouw Kaag 2 maanden op vakantie moest en nooit serieus nam. Ja. Maar het zijn mensonterende beelden wat je daar nu ziet. Het is waanzinnig. Het is krankzinnige beelden. Dat Amerikaanse vliegtuig wat 800 mensen had meegenomen, was wel. Die hadden gewoon alles naar binnen gelaten. Ja, maar dat is de manier. En dan zit die Loekie, heet ze geloof ik. Loekie Knol. Loekie Knol, dat is van vroeger, van Rob Nijs. Die oude taart van de VVD. Nee, die heet niet Loekie Knol. Broekersknol heet hij. Ja, okay. Loekie Knol was vroeger met Rob de Nijs. Weet je. Ja. Oh, kunt u bij de weg naar Hamburg vertellen. Een blonde meisje. Ja. En het eerste wat ze zeggen als ze buiten is... we kunnen niet iedereen zomaar in een vliegtuig doen... want dan weten we niet of ze hier wel thuis horen. En ze kunnen ook niet allemaal blijven. Dat is van later zorg. Ja. Eerst die mensen uit doodsangst halen, want we zijn verantwoordelijk. Want onze diplomaten daar, die zijn als eerste gevlucht... en die hebben het personeel aan hun lot overgelaten, hè? De helden. Ja. Dat is net als een kapitein, die blijft tot de laatste op zijn schip. Maar onze verantwoordelijke man in Kabul, die was als eerste het veilige Den Haag terug. Ja. Is het Amerikaanse vliegtuig, is dat vliegtuig toch wat in beeld was, hè? Waar je al die mensen zag zitten, die hebben ze gewoon... Nou ja, maar er zaten 862 mensen in. Ze hebben gewoon alles binnengelaten op een gegeven moment wat maar mee kon. Er mochten er geloof ik maar 400 of 500 in, maar ze hebben helemaal volgesteld met alle mensen... Maar dat beeld dat ze allemaal aan dat vliegtuig hadden, daar zat ook een Afghaanse jeugdinternational bij. Ja, daar zat ook die jeugdinternational bij. Ja, die is toch... Uit de wiel gevallen. Ja. Die zat in de wielophanging inderdaad, wat niet meer dicht kon. Ja, het zijn verschrikkelijke beelden. Ja. Het is echt verschrikkelijk wat daar op dit moment gebeurt. En wat je zegt, excuses doe je oprecht, zoals bijvoorbeeld onze eigen koning dat doet. I would like to express my and repeat regret and apologies. Ja. Maar we praten over hele serieuze zaken waarvan je zegt dat het belachelijk is. Misschien moeten die mensen wel aftreden, maar dat ondertussen nog geen kabinet is. Meer dan 100 dagen na de verkiezingen. Nee. Het is maar dat is ook Kaag die het ophoudt. Ja. Welke argumenten heeft Kaag om op haar manier, op een nieuwe manier, leiding te geven aan Nederland? We hebben nu gezien dat ze er helemaal niets van terecht brengt. En daar moeten we ons aan overgeven, die is de baas. Nou ja, ze heeft de verkiezingen toch niet gewonnen? Rutte en zij trekken steeds samen op. We zagen ook weer een hele mooie foto van ze. Kijk, hier ook maar Rutte mooie... moet nou eens van zich afbijten. Ja? Ja, natuurlijk. Hij heeft toch de verkiezingen gewonnen? Nou. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.